Welkom bij deze zomereditie van Stellage vanuit All Sports Resorts in Maurik. Welkom Wil van Rey. Jij bent onze gast vandaag, de enige gast vandaag. Kijk aan. Jij bent naar Mexico geweest, jij bent in Zuid-Afrika geweest, je bent in Suriname geweest. Waar ben je niet geweest? Daar gaan we allemaal over praten. Leuk dat je er bent. Je bent heel onlangs in Mexico geweest. Het wereldkampioenschap voetbal voor jongens beneden de 17 jaar was het, meen ik. Ja, ja. Vertel er iets meer over, Wil. Nou ja, zo'n beetje om het jaar heb je jeugdwereldkampioenschappen voetbal. Die waren dit jaar in Mexico. En ik heb het geluk dat de FIFA mij uitnodigt tot nu toe elke keer weer om op te treden als FIFA Security Officer in een van de speelsteden. En deze keer werd ik gestationeerd in Monterrey. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van gehoord van de stad, maar om even aan te geven, het heeft 3 miljoen inwoners. En het is heel erg bekend door zijn industrie. Het is ook een vrij rijke stad. En men heeft ook een voetbalteam. En daar wordt ook gevoetbald, uiteraard, in dat stadion. Wordt en daar was het wereldkampioen. En daar was Monterrey was een van de speelsteden, ja. En nou gebruik jij de term security officer, hè? Ben je dan controleur? Heb je de leiding? Geef je advies? Wat is jouw rol dan precies die je namens de FIFA vervult? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is zo dat je hebt natuurlijk een lokale organisatie. Die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het hele gebeuren. Niet alleen natuurlijk security, maar ook de wedstrijdorganisatie, marketing, noem maar op. En dan heb je namens de FIFA is er een groep mensen aanwezig, deskundigen. Ook een marketingman, ook een protocolman en ik dan voor security. Die eigenlijk observeren die, gaan kijken hoe de lokale organisatie doet. Maar al gauw is het een kwestie ook van adviseren. Want je praat natuurlijk over een wereldkampioenschap. Het is niet een kwestie van een wedstrijdje spelen, maar echt over een wereldkampioenschap wat qua sport evenement een vierde plaats inneemt in de wereld. En als derde is natuurlijk ook rapporteren naar headquarters natuurlijk, zeker als dingen niet goed lopen. En vanuit die functie heb jij ook dagelijks contact, begrijp ik uit je verhaal, met de leiding ter plekke? Ja, ik ben eigenlijk vrijwel continu, zeker de eerste week voor de wedstrijd, want je bent meestal een dag of 8-9 voor de eerste wedstrijd ben je daar. Dan ben je eigenlijk zo druk bezig, dat wil je niet geloven. Dan ben je echt van 's morgens 8 tot 1 uur of 10 bezig om contact te leggen. Want ja, je kent niemand natuurlijk, dus je moet daar... Je functioneert in een team dan? Of ga je daar echt als eenling naartoe? Je hebt dus wel een groep, maar in die groep ben ik de enige security officer namens de FIFA. Okay, ja. Maar je gaat daar natuurlijk contact te leggen met de lokale organisatie, met de lokale politie, met de brandweer, met de airport. En met tal van instanties die iets te maken hebben rondom security, safety, rondom de wedstrijd. Heb jij voorbeelden bijvoorbeeld, ik weet niet of dat kan hoor, of je dat mag zeggen, maar heb jij bijvoorbeeld dingen meegemaakt die je ons kunt vertellen, dat je daarmee je verhaal wat verduidelijkt? Nou, wat je bijvoorbeeld wel hebt is dat je... Ik was in Nigeria, dat is op zich wel heel aardig. Het team van Nigeria speelde tegen Korea. En we hadden al gezegd, er zaten geen hekken rondom het veld. Dus de mensen konden vrij makkelijk vanaf de plaats op het veld. We hadden al gezegd tegen de spelers van Nigeria, jongens, als jullie winnen, dan heb je kans dat de mensen het veld opkomen. Dus ga dan niet alsjeblieft op het eind... Naar het publiek toe, ga naar de kleedlokaal toe, ben ik bang dat je de kleedkamer inkomt, want ze rippen gewoon al de kleding van je lijf. En ze hebben gewonnen of niet? Ze hebben gewonnen. En ze waren op tijd binnen? Nee, want ze gingen mooi, erg enthousiaste jongens, die liepen daar naar die publiek toe natuurlijk, naar de tribunes. En die kwamen allemaal op het eind kwamen ze allemaal het veld op. Maar toen had ik al geregeld dat we bij de ingang naar de kleedlokalen twee groepen van 20 politiemensen hadden. En ik had gezegd, nou, als er niks gebeurt, dan moet je het veld op gaan als een soort ere rij, zeg maar. Ja. Hè? En als er wel wat gebeurt en ze komen het veld op, dan zal de natuurlijke reactie zijn van de spelers en ook de scheidsrechters natuurlijk naar de kleedlokaal. En dan ga je met een boog om ze heen en haal ze naar binnen. En verdikken we, het gebeurde eigenlijk wat ik al bang voor was. De spelers gingen naar het publiek
kwam het veld op en die wilde dus echt souvenirs pikken. En wij waren al dus het veld op met de politie en sloten het in. En binnen 10 seconden hadden we niet alleen de spelers binnen, maar hadden we ook het publiek weer van het veld af. Dus dat was een leuke actie. Ja, goed, dat is een kwestie van natuurlijke ervaring, anticiperen op. Ja. Dat betekent dat ook dat er dan een volgende keer beter wordt nagedacht over hekken ter plekke? Nou nee, want de filosofie van de FIFA is eigenlijk geen hekken. Want als er iets gebeurt, en misschien is dat een beetje technisch, maar je praat over security en safety. En security zeg maar is het geweldsgebruik. Maar safety blijkt uit de geschiedenis veel meer impact te hebben. Want je kunt wel de brand herinneren in Hillsbury. En nog wat andere zaken. En dat is bijna altijd zo dat de mensen niet weg konden. En daardoor die doden vielen. Ja, dan zijn het hindernissen. Juist, dan zijn het hindernissen. En dan is het veld de meest veilige plek die er is. Ja. Dus de gedachte van de... Daarom zie je ook in de moderne stadions, zie je ook eigenlijk geen hekken. Je ziet wel een mout, hè, een gracht, dat wel. Maar geen hekken meer. Ja. En dat is op zich heel goed. Geweldig interessant dat jij dat werk doet, Wil. Even iets heel anders. Zie je ook nog kans om naar wedstrijden te kijken? En heb je onze jongens gezien? Nou, toevallig hadden we in Monterrey de wedstrijd Mexico tegen Nederland. Ongelooflijk overigens de aandacht. Want ik zeg je, wereldkampioenschap, belangstelling, vol huis, 30.000 mensen. Ik denk dat er iets meer in zaten zelfs dan 30.000. Maar goed, en ontzettend grote belangstelling. Als je vraagt van, zie je wat van de wedstrijd? Ja, ieder vult dat werk op zijn eigen manier in. Ik ben heel veel aan het lopen. En heel veel aan het kijken of het wedstrijdorganisatie goed is. Ik heb 2 jaar geleden heb ik 2 toernooien achter elkaar gedraaid. In Egypte en in Nigeria heb ik ongeveer 24 wedstrijden gedraaid. En ik heb zeggen en schrijven 1 doelpunt gezien. Dat was een penalty van het Nederlands elftal. Dat was toevallig ook het Nederlands elftal in de speelstad waar ik was. En dat was een penalty van die, weet je ook weer, de jongen van Feyenoord die nu naar Inter Milan is, die schoot hem erin. Dat was ook de enige die ik gezien heb. Dus in 25, 26 wedstrijden één doelpuntje gezien. En de rest natuurlijk wel op de grote tv-schermen, maar ja, dan was ik weer te laat. Hard werken dus? Nou ja, ik doe dit werk met ontzettend veel liefde en genoegen. En ik krijg ook goede rapporten. En ik probeer echt ook de organisatie daar zodanig op te krikken dat men... Dat er sprake is van een hele goede wedstrijdorganisatie. En daar steek ik al efforts in en mijn energie in. En vind ik leuk om te doen. Nou, je vertelde me in het voorgesprek voor deze opname. Dat vond ik ook erg leuk. Daar wil ik ook even naar oversteken. Je bent vorig jaar in Zuid-Afrika geweest. En je doet dan ook daadwerkelijk iets met de contacten die je daar hebt. Want je haalt nou jongens vanuit Zuid-Afrika hier naartoe. Ja. Leg dat eens wat verder uit. Ja, vorig jaar was ik 7 weken in Port Elizabeth voor het grote WK. Port Elizabeth, misschien weten de mensen het nog te herinneren, daar heeft Nederland de historische overwinning op Brazilië gehaald. Dat was ook weer toevallig dat ik daar was. Maar goed, de onderdirecteur van de lokale organisatie, die vertelde mij dat hij om het jaar met een groep jeugdige voetballers uit Port Elizabeth, Zuid-Afrika, naar een Europees land kwam om daar stadions te bekijken en ook om te voetballen. En die vroeg of dat ook in Nederland zou kunnen. Nou, daar heb ik wat contacten gelegd. En nu bij de KNVB in Zeist heb je de mogelijkheid van die zogenaamde voetbalkampen. En daar verblijven ze nu. Wat houden ze daar nou extra aan over, behalve dan alleen de sport? Nou ja, in ieder geval, kijk, dat geldt voor iedereen. Als je in een ander land bent en je verdiep je in de cultuur, is dat natuurlijk fantastisch. Een enorme verrijking ook van je eigen leven, zeg maar. En dan mag je verwachten dat die jonge jongens, en allemaal jongens van tussen de 10 en 20 jaar, dat die ook ontzettend veel ervaring opdoen. En maar als het daar om te doen zou zijn, hè, dus buiten de sport nog meer ervaring, dan zou ik eerlijk gezegd zou ik ze adviseren om naar een ontwikkelingsland te gaan. Omdat je daar dan natuurlijk ook ziet hoe de kinderen van jouw leeftijd leven en sporten. En dan bedoel je het andersom? Ja, dat doe ik eigenlijk andersom. Ja. Maar pas op, Port Elizabeth is een vrij rijke stad. Rijk in de zin van niet echt veel armoede. Voor de normen daar. Voor de normen daar. Dus dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Maar je hebt natuurlijk in Cape Town bijvoorbeeld, heb je wel van die hele grote, die towns waar er echt miljoenen mensen leven. Nou, dat is geen pretje om daar te wonen. Nee. Maar men had dat ook wel in Port Elizabeth.
Maar ik vond het wel meevallen. Dat waren allemaal een soort kleine bungalowtjes. Die redelijk een beetje welvarende stad. Ja, redelijk toch? Welvaart, ja. Okay. Mindere stad in Suriname. Je bent voorzitter van de stichting die allerhande belangrijke zaken naar Suriname brengt. Dat is eigenlijk het laatste onderwerp. Gaan we weer terug de oceaan over, komen we in Suriname terecht. Ja. Daar doe jij ook erg veel voor. Nou ja, zoals je zei, ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van Suriname. Dat doen we al jaren 15, 16 zetten we, en dat is een groep vrienden uit heel Nederland, zetten ons in voor dat land en voor de arme mensen in Suriname. En dat doen we eigenlijk in drie activiteiten. Dat is mensen, Nederlanders kennis te laten maken met Suriname door bijvoorbeeld een reis te organiseren of informatie te verschaffen, zoals nu. De tweede is sociale projecten te ondersteunen. We hebben daar bijvoorbeeld huisjes gebouwd op het centrum opvang gehandicapte kinderen. We hebben in het binnenland, in de Indianendorpen, bibliotheekje gebouwd, een schooltje gerenoveerd, kerkje gerenoveerd. Dat doe je met materialen en sponsorgelden die je hier verzamelt. Ja. En de derde activiteit is het verzamelen van hulpgoederen. Dan moet je vooral denken aan schoolmeubilair. Toevallig dinsdag nog bij een school in Culemborg meubilair opgehaald. En ook bijvoorbeeld medische hulpgoederen zoals incontinentiemateriaal. Mensen lachen daar wel eens om, als ik dat zeg. Maar ja, mensen die hebben daar natuurlijk in Suriname ook erg nodig. En kunnen dat absoluut niet betalen, de meeste niet. Dus het is heel plezier dat je dan op een gegeven moment toch een grote partij incontinentiemateriaal daar naartoe kunt sturen. Iedereen die dit weet, die dit hoort, kan contact zoeken met jullie club als ze middelen beschikbaar hebben voor jullie. Ja, het liefst natuurlijk financiën, want transport is heel erg duur. Ja. Transport is het huren van een container om dat daar naartoe te sturen. Maar als men iets wil weten van de stichting, we hebben een website, een leuke website, www.vriendenvansuriname.nl. En verder weet men mij ook wel wat te vinden. Oké. Ja? Wil, leuk dat je bij ons was. Dit was Stellage voor deze week. Volgende week zijn we er weer met andere onderwerpen, andere gasten. Mijn naam is Servaas Jacobs. Tot dan.